Goedemorgen allemaal. Ik wacht heel even tot iedereen mij weer gevonden heeft. Nou, ik ga zachtjes aan beginnen. Welkom allemaal. Ik ga vandaag met het griezelig feestje en de jellyplate. Dini Sprakel die was onderlaatst op het festival bij Noor en zo. En die had echt zo'n superleuk techniekje op de jellyplate. En ik heb Dini netjes gevraagd of ik het mocht gebruiken. En ze zei, natuurlijk mag je dat gebruiken, want hoe meer mensen er plezier van hebben, hoe beter. Dus vandaar, maar alle eer gaat naar Dini voor dit techniekje. Nou, wat we nodig hebben is een jellyplate. Een paar Copics, want het werkt met alcohol. En ik ga natuurlijk alle spulletjes uit de kit gebruiken. Met als blikvanger een van de autootjes. Dit leg ik heel even opzij, want we gaan natuurlijk beginnen met printjes trekken op de jellyplate. Nou, ik gebruik aquarelpapier en een velletje gewoon printerpapier. Dat is alleen maar om een breier af te doen. Even de beschermvelletjes eraf. Ik zal hem op het witte gedeelte leggen, zodat jullie zien wat er gebeurt. Goedemorgen allemaal voor degenen die nog binnenvallen. Wat ik net al zei, ik ga het techniekje van Dini Sprakel laten zien. En wat ik ook wil vertellen, dat is niet onbelangrijk. We hebben vandaag 15% korting op alles in de webshop. Die link die heeft Jolanda volgens mij al op Noor en zo gezet. Dus kun je even kijken. Vergeet dan niet de code te gebruiken en op enter te klikken, op het plusje. Want anders dan heb je de code, de korting niet. Dus maar het is een superleuke korting vandaag, dus maakt het extra leuk. Ik ga kleurtjes gebruiken van de Copics, die passen bij het plaatje dat ik uit heb gekozen. De IR18, de IR9... De IG67 en de B79. Er zijn kleurtjes die hierbij passen. Een groene, een paarsige en twee oranje. Zijn er vragen tussendoor? Dan doe dat vooral. Ik probeer aan de zijkant mee te lezen. En ik zeg dus eerlijk, ik heb het techniekje 2 weken geleden bij Dini gezien. Dus ik ben er nog geen prof in, maar het is niet moeilijk, iedereen kan het. Wat je als eerste gaat doen, is gewoon met je markers kleur zetten op je jellyplate. Alle producten die ik gebruik, die staan trouwens in de webshop. Ik zal straks de link bij mijn lijf nog erboven zetten, want dat was ik eerlijk gezegd vergeten. Je zet gewoon wat kleur met je marker
op de jelly plate. Nou, die alcohol verdampt best wel snel. Dus die gaan we activeren met de activator. Sprayen op je jelly plate. En dan ga je hem even een beetje verdelen door de jelly plate dubbel te vouwen. Dan moet dit even drogen. Dat duurt even, maar dat is wel belangrijk dat het droog is. Dus daar wachten we even op. Ik heb het idee dat het een beetje druppels worden, dus ik doe even nog zo. Ja, in de activator zit alcohol, dat klopt. En hij doet nou een beetje raar, want normaal gesproken blijft het een egaal gekleurd. Dus ik ga gewoon even een paar printjes trekken en dan zien we dat vanzelf. Dat duurt ook heel lang eer dat hij opdroogt, vind ik. Eens even kijken. Misschien heb ik net iets te veel alcohol gebruikt. Nou, dat is het leuke van de jelly plate, dat je eigenlijk altijd andere afdrukjes krijgt. Ja. Het moet echt goed droog zijn. Ik zal even blazen. Nou, als het dan droog is, dan pak je een beetje Amsterdam acrylverf en je breder. En ik doe het expres even op mijn papiertje, omdat het dan de laag mooi dun is. Kijk, zie, hij was nog niet helemaal droog, maar dat geeft niet. We gaan gewoon kijken wat er voor een printje afkomt. Dan leg ik mijn aquarelpapier erop. Nee, je mag de föhn niet gebruiken, Janneke, want dan beschadig je je jelly plate. Dus dat mag niet.
En dan krijg je dit soort. Ik ga er nog één doen. Even mijn breier schoon. Even drogen. Ik zal hem nou wat beter laten drogen. Even wapperen. Gebruik dus geen föhn, want je beschadigt je jelly plate als zonde. Goed als droog. Pakken we weer een beetje acrylverf. Je hebt echt maar een dun laagje nodig. En je pakt je stukje aquarelpapier. Als je geen alcohol spuit, Cindy, dan krijg je echt die streepjes die je hebt gezet. En op de jelly plate kun je heel veel technieken met heel veel kleurmiddelen doen. Maar dit is er maar één van, hè. Kijk, dit is weer een hele andere. Die is weer lichter. Nou, die gaan we gebruiken. Dan kan dit weg. Als je breier nou heel erg vies is, dan kun je, en je masks en zo, dan kun je ze een nachtje in de Biotex groen zetten. En dan heb je weer een hele mooie, schone breier en masks. Even kijken, even mijn jelly plate ook. Kijk, die is hartstikke mooi schoon na het aftrekken van de plaat. Heel veel mensen vinden het ook leuk om juist die stukjes te laten zitten. Die je dan bij een volgende printer mee aftrekt. Dan krijg je een beetje grungy effect. Dus dat is naar keuze. Je kunt hem ook iedere keer schoonmaken. Net wat je wil. Ik doe hem weer terug in mijn hoesje. Dan blijft hij helemaal goed. Nou, dan hebben we natuurlijk heel leuk dit spinnenweb. En dit spinnenweb van Dutch Doo Wadoo. Die ga ik alle twee gebruiken. Deze ga ik voor de achtergrond gebruiken. Nou, die leg ik hier op. Ik plak hem heel even vast met tape.
Je hebt maar weinig iemand. Ik zag net een opmerking voorbij komen dat het duur is. Maar je hebt maar heel weinig inkt nodig, zeg maar, van je Copic. Dan gaat hij echt niet leeg van dat kleine beetje wat je gebruikt voor deze techniek. Ik plak heel even deze vast en die ga ik dan lekker met inkt en borsteltjes ga ik die bewerken. Nou, dan pak je natuurlijk ook kleurtjes inkt die daar een beetje bij passen. Even een paar borsteltjes. Pak even een blending tooltje erbij. Ik heb die kussentjes, zeg maar. Die heb ik in een heel handig trommeltje. Staat ook in de webshop volgens mij. Dat is van Fase. En past echt heel die dopjes. Die passen per kleur in zo'n kokertje. En je hebt ook nog plek om je daubertjes zelf in te stoppen. Dus dat is hartstikke handig. Ik kijk dadelijk even welke ik ga gebruiken. Dan pakken we natuurlijk een kleurtje wat erbij past. Hè? Dus oranje. Ik heb hier de Harmony. Maar je kan ook een Memento pakken. Of maakt eigenlijk op zich niet zo heel veel uit welke kleuren je pakt. En ik begin met oranje. Ben je nou nieuwsgierig hoe dat eruit ziet? Ik altijd wel. Ik ben altijd heel nieuwsgierig hoe dat er dan uit gaat zien. Dus pik ik af en toe een keer. Oranje. Dan hebben we een beetje groen. Ja, het is altijd een verrassing, hè Cindy, hoe dat het eruit gaat zien. En zwart vind ik eigenlijk ook wel leuk om erbij te gebruiken. Dan pak ik een Memento zwart. Je zou zeggen van die achtergrond die je gemaakt hebt, die zie je nou bijna niet meer. Maar die zie je natuurlijk wel, want die komt door al die gaten en de open stukken. Dan ga ik heel even met de dauber om het kleur wat intenser te krijgen. Dus ik pak even mijn oranje dopje. En dan komt het er meteen wat intenser, zeg maar, op. Ik zal zo meteen het resultaat laten zien. Dat wil ik niet overal. Dat intense, dus vandaar dat ik maar kleine stukjes doe. En dan gaat mijn oranje weer terug. Die heb ik trouwens misschien direct nog nodig. Dadelijk. Ik ga eerst eens even kijken hoe dat eruit ziet. Dat is al heel erg leuk, hè? Die achtergrond. Dus deze die laat ik even zo.
Want ik ga strak op mijn kaartje de tweede spinnenweb gebruiken. En daar gebruik ik mijn andere print voor. Die is wat lichter. Kijk, die past hier mooi. En wat ik al zei, die printjes zijn iedere keer anders, hè. Dat maakt het echt heel leuk. Je kunt ook een heleboel printjes achter elkaar maken. Dan heb je een voorraadje. Deze spinnenweb is natuurlijk super leuk, hè. Pak ik weer een beetje dezelfde kleurtjes. Om eenheid te behouden. Vind ik altijd wel mooi. Maar naar keuze kun je natuurlijk andere kleurtjes pakken. Ik heb nog geen paars gebruikt. Dus ik zal er nou ook paars bij pakken. Zo. Och, ik denk al, waarom doet hij niks? Ja, de... Dan zit ik in groen. En opletten. Ja, handig om ze zo te bewaren, hè? Dat is echt super handig. Even kijken, een paarse. Ja, hier hebben we paars. Kijk, dan wordt het meteen veel donkerder. Zo. Dat ruim ik strak wel op. Nu hebben we twee printjes. De bovenste ga ik uitstansen met een ronde. En dan ga ik eens even kijken welke. Dit is van Creatief Kraftlab. Het zijn de Nesting Circles CCL ESCD 415. Kijk, die is te klein. Want ik wil het hele. Deze is misschien, vind ik ook wel tof. Met een handje. Kijk, die past precies. Dus deze ga ik even. Stansen. Het geeft een heel tof randje. Of dat ik nog iets mis van vragen. Wat je hier nou aan afvallen hebt, daar kun je straks natuurlijk nog op stempelen en een leuke label of zo van maken. Dus dat gooi ik nog niet meteen weg. Wat dan verder natuurlijk heel erg leuk is om als extraatje te gaan gebruiken, is allerlei andere stencils en stempels. Hè, om nog wat extra dimensie te krijgen. Ja, vind ik deze van Dutch Doobadoo. Dat is de 470715152. Dat zijn een beetje van die
Ja, van die middeleeuwse letters. Je kan het niet lezen, maar het ziet er middeleeuws uit. Dus deze ga ik gebruiken om hier en daar nog wat extra accent te maken. En daar ga ik een zwarte voor gebruiken. Even mijn zwart daubertje. Want dat is natuurlijk tof als je daar zwart voor gebruikt, hè. Maar dat kan natuurlijk in elke kleur. Even kijken, hier zit mijn zwart. Ja, de ronde spinnenweb zit in het pakket. Alle producten die ik gebruik, ik zal straks de link nog even boven mijn live zetten. Dat was ik eigenlijk vergeten, maar die zal ik er zo meteen nog even bij zetten. Zo, hier en daar een paar letters. En op de spinnenweb. Nu maar ook een paar bovenste spinnenweb. Naar keuze, hè, wat je mooi vindt. En dan kun je natuurlijk altijd nog een leuke scriptstempel. Die zijn er ook van heel veel merken. Dan moet je maar even kijken wat je in je voorraad hebt. Kijken. Oh, deze die zijn ook altijd leuk. Rondjes. Rondjes. Dit is de Dutch Doobadoo 470 784 148. Dat is altijd leuk. En die bubbels. De gouden regel heb ik ook van Dini. Wist ik ook niet. Het schijnt dat je altijd drie gezichtspunten moet pakken. Drie aandachtspunten, zeg maar. Het schijnt een gouden regel te zijn voor dit soort achtergrondjes te maken. Dat je altijd drie punten moet pakken. Dat trekt dan het gezicht naar het. Ja, of je gezichtsveld trekt het dan naar wat het belangrijkste is. Nou, bij deze zomaar een enkele. Ook nog leuk als we een paar van die streepjes erbij hebben. Vind je het nou leuk om andere kleurtjes te gebruiken? Kan natuurlijk ook, hè? Als je zegt van, ik ga bijvoorbeeld die ga ik met groen doen. Kan, hè? Of met oranje. Nou, ik vind dat wel leuk om bijvoorbeeld deze in het oranje erbij te doen. Pak ik even mijn oranje dauber. En dan breng ik nog wat oranje kleur. Zo kun je. Eigenlijk eindeloos met je
achtergrondje spelen totdat het helemaal naar je zin is. Oh, deze is ook leuk. Oh ja, die moet ik gewoon even. Die moet ik er gewoon even bij. Die doe ik in het groen. Ik had nog groen. Even kijken. Dan pak ik even mijn groen houdertje. Zo, heb ik genoeg laten zien van dit. Klein beetje script erbij, vind ik ook leuk. Doe ik gewoon even uit de hand. Genoeg, hè? Even mijn billendoekje. Ja, zo kun je natuurlijk eindeloos zeg maar blijven stempelen en zo. Totdat je echt helemaal denkt van yes, dit is het. Deze komt hier. Met de auto. En die breng ik verhoogd op. Maar ik ga eerst dit even en dan ga ik hem nog verder op leuken hoor. Nog lang niet klaar. Dit snij ik even op maat. Hier wil ik een zwart randje langs. Maar het is tenslotte Halloween. Dus die plak ik met mijn Dutch Doobadoo. Plak ik die op. Doe ik zo meteen met de Perfect Layer nog een mooie strakke rand van maken. En hier wil ik ook een zwarte rand rond. En dan pak ik dus de opvolgende van die ik al gebruikt heb. Kijk, ik had deze gebruikt volgens mij. Ja. En dan pak ik deze met dat mooie schulprandje. Die daar dan mooi onder kan.
Dus die stans ik even uit. Ook uit zwart. Even een beetje op maat knippen. Ja, hè, Lydia, dat heb ik ook hoor. In het begin dan denk je, dat wordt niks. En hoe verder dat je komt, hoe leuker dat het wordt. En het grappige is dat het altijd anders is. Het is nooit hetzelfde. En je kan het met hele lieflijke kleurtjes en stempeltjes doen. Maar je kan het ook wat stoerder maken. Het is echt een heel leuk techniekje. Even alle rutjes eruit. Zo. Kijk, die past dan hier heel mooi op. Die mag er gewoon plat op, zeg maar. Maar ik plak hem direct wel iets verhoogd op mijn onderkaart. Mensen die wel eens naar mijn lives kijken, die weten dat ik fan ben van Perfect Layer. Oh, sorry. Dan vind ik... Ja, welke zullen we pakken? De 1.16, dat is een mooi smal randje. Ik pak de 1.16. Of de 1.8. Ik ga eerst de 1.8 pakken. Die is iets breder. Als ik het dan te breed vind, dan kan ik altijd nog een smallere pakken. Maar terug kan niet natuurlijk. Dus ja, die Perfect Layer, voor degenen die hem niet kennen, dat is een liniaal met verschillende hoogteverschillen. En dat zijn dan de afstanden die je aan je kaart snijdt. Dat is een randje wat je dan voelt. Ja, je hoort het ook. Dat valt tegen het papier. Nou, op het moment dat je dat dus voelt, kun je gaan snijden. En dan heb je de afstand in dit geval van 1/8. Maar dat is 3/8, een vierde. Nou ja, verschillende afstanden. Dit is echt mijn favoriete tool. Gebruik ik bijna bij elke kaart die niet gestanst is, zeg maar. Een mesje is een beetje bot aan het worden. Dan heb je aan alle kanten, ik laat het even boven het wit zien, dan heb je aan alle kanten een hele strakke rand. Nou, dan gaat deze, die gaat er verhoogd op. Dus dan pakken we eventjes foamblokjes. Even kijken.
Even kijken, ik weet niet. Met dun papier glijdt het eroverheen. Dan moet je je papier iets omhoog zetten door eventjes zo te doen. Met je nagel langs het papier. Dan komt het papier iets omhoog. En dan voel je op een gegeven moment toch de weerstand. Ik ga dat nu tijdens deze live niet voordoen. Maar ik heb dat al heel vaak voor gedaan. Ook met dun papier kan je heel goed de perfect layer gebruiken. Ik gebruik het echt bijna bij elke live. En bij elk kaartje, niet alleen bij lives. Even de dingetjes eraf prutten. Ik weet eigenlijk niet hoe laat het is. Heb ik nog tijd? Oh ja, kwartiertje. Ik weet eigenlijk niet of er iemand recht achter mij kwam. Nou, een beetje geduld, hè? Hebben we wel. Nog twee, dan heb ik ze eraf. Ik had beter even stripjes kunnen pakken, was iets makkelijker geweest als die vierkantjes. Maar goed, ze zitten er nou op. Zo. Een beetje in het midden. Auto die mag er ook op. En daar zal ik wel even een paar stripjes voor pakken. Die mag ook natuurlijk een beetje verhoogd. En vaak ben je toch net iets langer bezig met een kaartje als dat je gedacht had, hè? En ik wil het ook goed uitleggen. Maar ik probeer om 12 uur klaar te zijn. Het is ook niet fijn voor diegenen die speciaal voor Antoinette komen en dan nog tegen mijn lijf aan moeten kijken. Of vinden jullie het allemaal wel leuk? Kijk, deze gaat ook weer een beetje verhoogd op. En die achtergrondkleurtjes die passen perfect bij... de ondergrond, hè? Ja, dan hebben we die toffe lantaarns van Dutch Doobadoo. Ik weet niet of die welk nummer er zoiets, maar alles wat ik gebruik staat strak op mijn link. Ik zal hem strak nog even bijzetten. Nou, die zijn heel handig, deze in het gebruik, want die kun je bewerken met inkt of met embossingpoeder of gewoon zo zwart. Ik ga hem nu zwart gebruiken omdat het natuurlijk heel leuk bij dit kaartje past. Even de verbindingstukjes eraf knippen. Misschien toch even, nou, hij valt niet zo op, hè, zo in het zwart. Ik ga hem toch even bewerken met embossingpoeder. Vind ik denk toch wel leuker. Dan ga ik kiezen voor zilver. Dit staat echter niet in mijn lijstje, want dat had ik van tevoren niet bedacht. Wat we dan nodig hebben is Versamark. En we dopen hem in de Versamark.
Oh. Sorry. Mijn hele installatie viel in elkaar. Ja, die lantaarns zijn van papier. Wat ik nu gebruikt heb is de iZinc Relief Vernis zilver. Kijk, en dan krijg je een heel mooie zilver lantaarn. En om het dan extra leuk te maken, doe ik een klein stukje geel papier. Even zoeken. Of oranje, oranje kan ook. Een beetje fel kleurtje. Achter het lantaarntje. Ja, geel is natuurlijk mooier, ja. Geel is mooi. Er is maar een heel klein stukje nodig. Je ziet wel, ik gooi niks weg. Alle kleine stukjes... bewaar ik. Die zitten op kleur, zeg maar. Ik heb hier zo'n kast staan met vakken van 30 bij 30. En daar zitten al die, die kleurtjes in. Dus ik stop gewoon altijd terug. Wat ik niet nodig heb. En dan heb je altijd de goede kleur bij de hand. Ja, dit is natuurlijk friemelwerk, maar het maakt het wel extra leuk. En de kleine details, hè, die het leuk maken. Zo. Kijk, en dan heb je een lantaarntje met geel glas of geel licht. Ja, die past hier heel leuk achter. De lantaarn is geen standsmal, dat is peper, laserpeperaard. Van Dutch Doobadoo ook. Nou, mijn tijd begint op te raken. Maar het is natuurlijk leuk als je nog wat plaatjes over hebt. Dat je zegt van, ik doe nog wat leuke plaatjes. Bijvoorbeeld die maan. Die is heel leuk. Die knip ik uit. En die doe ik dan met een klein wit randje.
wat er allemaal nog meer op staat. Het is natuurlijk ook leuk om een stuk van zo'n huis erboven uit te laten komen. Ik heb er een stuk van nodig. Ik amputeer mijn huis. Niks mis. Dit huis kan mooi hier aan deze kant. Ietsje schuiner. Nou, wat je dan aan ruimte overhoudt. De onderkant van het huis zou je hier nog kunnen gebruiken. Nou ja, je kan hem versieren zoals je het zelf wil. En dan helemaal op het laatst, dan pak ik mijn witte fijnlijner en een zwarte fijnlijner. En dan ga ik nog, zeg maar, extra accenten zetten waar ik het wil. Om nog extra aandacht te vestigen op bepaalde stukjes. Heeft nog een leuker effect. En dan kan je met zwarte en met een witte fijnlijner doen. Dan krijg je nog meer effecten. Dat doe ik helemaal op het laatst, zeg maar, als je helemaal klaar bent met je kaart. Nou, en tot slot ga ik ook nog een label, maar die stans ik dus hieruit. En die ga ik hieronder nog plakken. Dat zien jullie straks als het kaartje klaar is. Want mijn tijd zit erop. Antoinette is aan de beurt. En dan wens ik jullie nog heel veel plezier vandaag. Bedankt voor het kijken. En nogmaals, dit techniekje heb ik afgekeken van Dini Sprakel. Met dank van Dini. Groetjes allemaal. Fijne dag verder. En tot de volgende keer. Doei doei.